Hey Lazy Wives, back in town. Ik wil vandaag nog één effectje laten zien. Een heel simpel, maar heel tof effect op de lippen. Dat is natuurlijk, maar toch ook speciaal. Dus je kunt dat op een feestje doen, maar even hoeven naar de winkel te gaan. Dus ook echt iets voor de Lazy Wives, want die moeten op één dag naar de winkel, naar de sportclub, de knikkers naar de voetbal gaan doen, dan nog even een receptie hier en daar, ondertussen ook nog eens lijstwerk. Allee, een look dat voor allemaal niet iedereen past. Dus, we beginnen met mijn potlood aan te slapen, precies. Sorry, ze nou. Voorbereid. Zet dat is mijn Lazy Wives, die beginnen tijd voor dingen, hè. Daarom heet het wel de Lazy Wives. Hè. Potlood is aangeslepen, maar ik heb wel een slechte slijm. Precies. Goed, een oogpotlood wordt met een lippenpotlood. De kleur is een donkere, een paarsachtige, maar niet te donker. Ik weet niet of je het goed kunt... Ah, zo ziet het beter, denk ik. Dus die is naturel, maar toch wel een tikkeltje speciaal. Tegen mijn lippen ziet het misschien beter. Dus we gaan gewoon de contouring van de lippen doen. Ik ga even de deur dicht doen, maar de man is thuis. Je hebt er niks mee te stellen, hè? Deze is iets onder onze ladies. Dus de contouring van de lippen. Dat kunnen we snel doen. Hopla. Ja, ik heb een boebeltje op mijn lip. Dat gaan we even negeren. Hè. Sorry, deze is een saai stukje. Even een goeie donkere lijn zetten. Dat is al. Ze misschien iets te dik gezet. En dan met een gewone neutrale kleur van een lippengloss. Zo. En dan ga ik het met een nude, maar echt een nude kleur. Kijk, een nude. Dan ga ik de binnenkant. Van mijn lippen accentueren. Zie je, dan heb je een beetje een overgang, zo van donker naar licht. Dat is een natuurlijke look, maar daar kun je toch ook mee buiten komen. Hè? Heel easy, donker van buiten, licht van binnen en even een lippenglosje erover. En that's it. Klaar is Kees. Lasse. Met zo'n lippen kunnen nog aan selfies trekken, ze wives. Zeg, tot de volgende, hè. Laat foto's zien als er foto's zijn. Ik wil graag een effectje zien. Woehoe.